Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zie je veel witte vlekken boven de Noordzee. En dat zijn allemaal of forse regenbuien. Soms zit er ook onweer bij. En met de noordwestenwind trekken die buien het land op. Dus de zwaarste buien vanochtend in Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. En die breiden zich dan langzaam richting het binnenland uit. In het binnenland komt nu al wel een enkel buitje voor, maar vanmiddag neemt daar de buigheid dus toe. Soms met onweer en hagel. Temperaturen zijn laag, 15 à 16 graden, normaal is 18 à 19 graden voor deze tijd van het jaar. Vanavond verwacht ik dat de buigheid minder wordt, dus mocht je dan willen gaan sporten of iets anders buiten doen, dan kan het toch nog aardig weer zijn. Wel frisjes, 13 graden en de wind is rustig. Morgen opnieuw enkele buien, afgewisseld met zon, maar het aantal buien is minder en ze zijn ook wat minder zwaar dan vandaag, dus een kleine weersverbetering. Temperatuur boekt ook een graadje winst, 16 à 17 graden wordt het. En vanaf woensdag wordt het echt beter weer. Woensdag nog een laatste bui, maar geregeld ook zon. En donderdag en vrijdag kan de Paraplu eindelijk opdrogen. temperatuur klinkt dan iets uit het dal met maxima van ongeveer 18 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.